Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 november. Er zijn wolkenvelden boven Nederland en met name in het noordelijk deel van het land valt er af en toe buiige regen. Die neerslag die blijft de komende uren nog wel even vallen. Elders is het op de meeste plaatsen droog, hoewel ook in Limburg af en toe wat regen valt. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 6 en de graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag wordt het zo'n 10 tot 11 graden en ook dan blijft het niet overal droog. En vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen regenen. En ook vannacht moeten we rekening houden met neerslag. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 6 en de wind is overwegend matig. Morgen zijn er ook weer zonnige perioden. De neerslag van de nacht is dan naar het oosten weggetrokken en het is eventjes droog. Maar geleidelijk aan ontstaan er ook weer buien. Dus middags wordt het zo'n 10 graden bij een matige westenwind. Ook zondag is het nog licht wisselvallig, hoewel het zuidoosten van het land de beste papieren heeft voor droog weer. Temperatuur loopt op naar een graad of 9 en de wind die waait uit het westen of noordwesten. Vanaf maandag wordt het duidelijk wat kouder, Maximumtemperaturen dan tussen de 6 en de 7 graden. En landinwaarts kan het ook licht vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.